Ta-da! I made this! Yeah! Strong woman! Mwah! Mwah! She got the force! Dus, in de zomer van 2022 ben ik naar Noorwegen gegaan om de Massive Trail te wandelen. Een wandeling van 350 kilometer die door vier nationale parken loopt. Hardangervidda, Skarfheime, Jotunheime en Breheime. De meeste mensen wandelen hem van noord naar zuid, maar ik ben in het zuiden begonnen, in Haukeliseter. Op een onbewoond eiland loopt er niemand voor je neus. Ja, we voelt je er vrij, want ligt te leven in neus. Op dag 1 viel ik al direct met mijn gat in de boter, want het was goed weer en de wandeling was helemaal niet zo moeilijk. Dus ik kon op mijn gemak opwarmen zonder al te veel af te zien. Ik zit halfweg in dag 1. Het is mega mooi. Het is echt gewoon zo gegaan van de ene mooie plaats naar de andere mooie plaats. Naar de andere prachtigere plaats. Dit is de prachtigere plaats. En ik ga op het gemak doen, jong. 1 etappe vandaag. Meer dan genoeg. Kop. Wat is dat, jong? Ik heb zo precies lipinjecties en zo. Wat is dat met mijn kop? Let's go. Vandaag doe ik het misschien wel gewoon kalm en tot lidlos. Allee, dat is eigenlijk gewoon, dat is de etappe van vandaag. Dat is het. Dat is wat ik moet doen vandaag. Maar meestal ben ik altijd zo, oké, let's go. Zo snel mogelijk, maar... Misschien is dat wel Floor die opgroeit. Ik die door heb dat alles ook gewoon kalm kan gaan. En niet mega snel. En dat is eigenlijk best fijn, want ik geniet er dan wel meer van. We gaan het zien. Misschien dat ik zometeen iets anders zeg, maar... Als ik gewoon tot lidlos ga, ben ik meer dan blij. Heel veel wind. It's never been brighter. Ik heb mezelf niet aan mijn eigen plan gehouden. Oh, what can I say? Ik ben net lidlos gepasseerd. Gepasseerd, daar hoort je het al. Het is mooi weer, de zon schijnt. En morgen gaat het regenen. En morgen is het een lange dag, normaal gezien. But I'm gonna do something about that, hè? We wandelen nog 5 kilometer tot een perfect plekje aan een meer. I see you there. En dan doen we direct een flash-forward naar de campingplaats. Ik weet dat vannacht gaat regenen, dus ik heb zo mij wat in een dalletje gezet. Maar nu blijkt dat eigenlijk alle wind vandaar komt. En daar is niks. Maar we gaan het overleven. Ik heb dat eerder ook al overleefd. En that's fine. Yes! Just do it. Slaap wel. Goedendag, mijn naam is Floor de Nil en vandaag presenteer ik u de regenoutfit. Oeh, regenjas,
regenbroek, beschermkapje voor de rugzak en handschoenen. Want het gaat wel koud worden. Oké, let's go! Op deze dag heb ik echt keihard genoten van de regen. Sowieso omdat de regen eigenlijk niet zo erg was, maar ook omdat het zo het soort regen was die super mooie landschappen maakte. En ik ging daar echt heel goed op. Vandaag hebben we ook prachtige uitzichten, dames en heren. Wit en wit. En nog eens wit. Hallo. Deze nacht was horror. Ik denk niet dat ik geslapen heb. Het was zo koud deze nacht. Ik had zo koud, ik kon gewoon niet slapen. Vorige nacht was het nog 10 graden of zo en nu is het 0. Oké, bon. Ik ga gewoon echt nu gewoon boem, boem, boem op, inpakken. Dus let's go. Kom maar. Vandaag tot Crescia gaan, wat een hele lange dag was. En ik ben daar eigenlijk bijna. Maar ik kom echt een ideaal kampeerplekje tegen. Kei vlak, hier is een berg. Dan is er geen wind in mijn tent. En ik heb water. En ik heb alles. Dus ik ga hier slapen. En de zon schijnt, dus het is tijd om de was te doen. Warm is het niet, maar nodig wel. Wow, ga ik hier direct op mijn bakjes doen? We zijn een tijdje later. Want dat is dus een ding met zo'n wandelingen. Dat je zo het ene moment mega goed kunt zijn en het volgende moment opeens zo... Voelt je kei alleen? En nu voel ik mij kei alleen. Opeens besef ik zo, ik ben hier helemaal alleen. En ik ga hier nog 2 weken helemaal alleen zijn. Ik weet ook niet of ik het ga kunnen. Ik weet niet, ik ben zo iemand tegengekomen een paar dagen geleden. En die zei dat het kei moeilijk wordt. En dat er sneeuw gaat zijn. En dat fysiek echt kei moeilijk is. En weet ik veel. En ik ben opeens zo, ja, ga ik dit wel kunnen? En dan zie ik op Be Real, de sociale media die leuk en real hoort te zijn. Dan zie ik dat mensen daar, I don't know, in de zon zitten. In shortjes, bij familie, met aardbeien op de tafel. En dan denk ik, wat doe ik hier? What the f*** doe ik hier? Bon, ça va. Het gaat wel gaan. Ik ga gewoon even blijven. Dag. Dag, kampeerplek. Let's go. De volgende dag begon ik optimistisch. Ik had echt weer een gigantisch koude nacht gehad, maar ik had beslist om mij die avond te trakteren op een bed in een hut. En ik wist dat het ging regenen en ik moest 29 kilometer wandelen, maar met vooruitzicht van dat bed wist ik dat ik diep kon gaan en toch nog warm ging slapen die avond. Het komt allemaal wel goed, Floor, uit het verleden. Stop met wenen. Nee, je mocht wenen. Maar het komt goed. Ik geef je een warme knuffel. Maar
Bon, ik had mij echt totaal niet voorbereid op wat dat er die een dag op mij afkwam. Bakkenregen, hagel in mijn gezicht, wind die mij de hele tijd uit evenwicht blies en door natte kleren. Ik denk echt dat ik nog nooit zo onderkoeld ben geraakt in mijn leven. Want ik had 2 uur in de hut, een warme maaltijdsoep en een warme douche nodig om überhaupt gewoon te stoppen met bibberen. Dus, ik zit in Finse, in die hut. En ik heb hier wat met de mensen zitten praten. En de kans zit erin dat ik mijn wandeling niet afmaak. Het weer blijft blijkbaar de komende dagen hetzelfde. En ik heb vandaag niet zoveel kunnen filmen. Want op een bepaald moment werd het gewoon zo heftig dat ik gewoon, dat mijn handen zo bevroren waren, dat ik de camera niet meer kon bovenhalen, dat ik niks kon. Ik kon gewoon niks, ik was gewoon bevroren. En blijkbaar gaat het weer ook zo zijn morgen, overmorgen, de dag erna. Morgen heb ik hier sowieso een rustdag gepland. Ik moet gewoon even op mijn effe komen. Ik ga nu slapen in een bed, want dat heb ik verdiend. En we gaan het allemaal zien en we gaan het allemaal meemaken. Slaap wel. Vlechtjes is back. Het weer is oké. We gaan gewoon gaan. Let's go. Zie hier de eerste dag dat ik het op het gemak deed en dat ik echt genoot. En dat ik niet geïntimideerd was door de lange tocht die nog moest komen. Ik had nieuwe moed en het regende, maar de regen was oké. En op het einde kwam de zon er zelfs door. Ik ben zo blij dat ik hier nog ben. Allee, op de wereld, maar ook op deze wandeling in de bergen van Noorwegen. Ah. Het is gewoon blauw. Het is gewoon blauw. Daar ook. Het is gewoon blauw.
Right. We zijn weer op pad. Na vandaag zitten we aan het midden van de wandeling. Na vandaag heb ik 9 dagen gewandeld. En dan moet ik nog 9 dagen. Moeten. Ik heb vandaag aan een uurtje geslapen, jongens. Naast mij stonden nog tenten. Daarin lagen vrouwen. I love women. Maar deze... Die waren keihard aan babbelen. En zelfs als ik vroeg, zo al mijn moed samengeraapt. Kunnen jullie misschien een beetje stiller zijn? Want ik wil graag slapen. Deden die gewoon voort. Echt, on s'en pas les couilles. Jongens, echt waar. Geen topnacht. Maar nu komen er 4 dagen zelfbedieningshutten. I'm so excited. Dat was het reisverslag van deze ochtend. Ik ga nu wandelen. Ik ben gans fout aan het lopen. Al 2,5 kilometer. Dat is alles wat ik vandaag heb gedaan. Fout gelopen. Ik was van, allee, ik moest toch niet zo lang langs een meer? Ik was zo'n liedje aan het zingen. Ik loop weer langs een meer. Daar loop ik keer op keer. Ik geniet wel telkens weer. Want genieten doet geen zeer. Maar dat is gewoon totaal niet waar ik moet zijn. Tot binnen een uur. Als ik wel weer op het juiste pad zit. We're back in the game, baby. Ik ga pauze pakken en ik heb nog niks gedaan, want kijk, daar is waar ik heb geslapen deze nacht. Daar. Oké, bon. Het zij zo. Let's go. Wat laten die je hier doen, joh? Ik heb al veel dingen gelopen, maar dit vind ik echt niet oké. Ik moet hier een afdaling doen in de sneeuw, maar mega stijl. Ik vind dat onverantwoord. Bon ja, ik ga maar doordoen, hè. Ja, wat moet ik doen? Een kei leuke avond, nacht, ochtend, middag gehad. Ik was in een hut en het was super koud, regen, koud, wind, keiveel wind. Ik dacht, deze ga ik mezelf niet aandoen. Ik ga in een bed slapen. En ik heb gewoon, ja, de hele avond daar gezeten met kei leuke mensen. En nu zie ik die mensen nooit meer terug. Dat is zo raar. Dus ik zie die en nu ga ik die gewoon niet meer zien. Maar ja, dat is part of the trip of zo. Ik ben in Skarfheim aan de hut en momenteel ben ik nog de enige. Met een beetje geluk heb ik vandaag een privéhuisje in de bergen. Ook de eerste keer dat ik deze kan gebruiken. Ja, we got it. We zijn er. Mannetjes, dat is hier mega gezellig. Ziet dat af? Een zetel, een keuken, echt zelfs een betegelde vloer in de hal. Go! I'm just gonna get wet now. Hi, it's Belinda.
Op dag 11 was ik klaar met het tweede nationale park van de wandeling en wandelde ik het derde binnen, genaamd Jotunheimen. Hey honing, we spreken een verzonnen taal. Op een plaats waar alles kan en de klok wat trager slaat. Ik ga voor het eerst in al die tijd een bos binnenwandelen. Dit is zo raar. Dit voelt echt raar. Een boom. Echt waar? Ik heb in dagen geen bomen gezien. Oh, ik vind het eigenlijk wel leuk. Het is hier zo tof, jong. Echt. Oh. Ik zat gisteravond met drie mannen in een hut. Drie dokters van Noorwegen. En een van die dokters, zijn takenpakket is breed. Maar een van zijn taken is het verwijderen van bepaalde voorwerpen uit poepgaatjes. En hij heeft echt hele mooie verhalen opgeleverd. Buiten. En ze zien de wolken gewoon voor wat ze zijn. Maar wij weten beter, ik volg jou. En jij mij. We zijn de opperhoofden der onnozelheid. Het regent en het waait. Ik ben moe. Ik heb 1,5 uur liggen snoezen. Langer. 2,5 uur liggen snoezen. Ik ga echt opstaan nu. Maak je klaar voor de dag waarop ik het allemaal beu was. Op zich was er echt niks aan de hand, maar het regende en op een of andere manier kon ik het echt niet hebben die dag. Ik heb het zo gehad vandaag. Ik heb het zo gehad. Ik heb het zo gehad vandaag. De schade tot nu toe, heftig. Ik ben in Skogadalsbeun. Ik ben hier goed op mijn effen gekomen. Ik heb een douche gepakt. Ik denk, maar echt, top 5 beste douches van mijn leven. Echt, ik kon hem zo super warm zetten. Als in zo te warm. Dat is wat we willen. Dat is wat we willen. Ik ga heel vroeg slapen, want morgen ga ik naar Fanaroken. En dat is heel hoog. Het is daar
300 dagen van het jaar bewolkt. Ziet je niks. Morgen, rond de middag, trekt het open. Dus ik wil daar morgen zijn rond de middag. Dus ik ga gewoon heel vroeg opstaan en wandelen. En hopen dat ik daar op tijd ben, zodat ik iets kan zien van het uitzicht. Want blijkbaar, als je het uitzicht kunt zien, is het echt wel fenomenaal prachtig. Dus daar gaan we voor. Voor fenomenaal prachtig. Slaap wel. Het is 5 uur. Ik ben nog moe, maar ik ga gewoon opstaan. Ik ga het gewoon doen. Ik ga gewoon gaan. Kom aan, let's go. Oh, oh my god. Ik was daar net ook zo op zijn floors de weg kwijt. En eigenlijk niet eens zo erg. Ik was echt super kort bij de weg, maar je ziet gewoon niks. De weg kwijtraken is zo tot op een bepaald punt allemaal grappig en goed en wel, maar zo hier, in deze mist, Ik denk dat deze de dikste mist is die ik ooit gezien heb in mijn leven. Uiteindelijk was ik die dag al super vroeg, om 12 uur 's middags al, in Van Arouken. Maar de opklaringen die lieten nog even op zich wachten, want die kwamen pas tegen 6 uur 's avonds. En het is ook onmogelijk om hier te kamperen. Hier is echt nul plek om een haring in de grond te steken of zo. Dus ik heb het goedkoopste bed. Komt u maar mee. Hierboven. Lekker gezellig. Momenteel heb ik heel de boven nog voor mij alleen. Mijn bedje. Oh mannetjes, dat is wel heel krap. Gezellig. Mijn liner gebruik ik altijd als kussensloop. Want ik denk niet dat die er veel gewassen worden. Begrijp je? Get in there, buddy. Dan slapen wij hier met een gerust hartje. Hè. I'm ready for the night, babe. Dus, ik citeer. Van Arouken. Blijkbaar prachtige zonsopgangen bij Van Arouken, want 2068 meter boven zeeniveau. Ik draai de camera. Dit is het, mannetjes. Hiermee moeten we het doen. Deze dag begon met de oversteek van een gletsjer. Met gids natuurlijk en met materiaal, zodat we niet zouden kunnen vallen. Maar dit is echt by far een van de mooiste dingen die ik ooit in mijn leven heb gedaan. En ik denk ook mijn favoriete dag op de wandeling, toekoor. Aan de oversteek van de gletsjer had ik 2 compagnons overgehouden, Kim en Kim. Echt epische gasten, stukje meegewandeld, was superleuk. Maar ze zijn vroeger gestopt. En ik ben nog een stukje verder gewandeld, wat direct ook het begin van het laatste nationale park was en ook mijn favoriete nationale park, genaamd Breeheimen. Daar heb ik opgelopen. Van mijn lievelingsdag op deze wandeling is heftig. Ik word opgegeten door muggen, levend. Ik passeer mooie kampeerplaatsjes, maar ik kan me daar gewoon niet zetten. Die muggen, die bespringen mij. Dus ik ben gewoon snel aan het wandelen, om snel van de muggen weg te zijn. En om een kampeerplaats te vinden. Het is 8 uur, denk ik. Ze zitten op mij, ik voel het. Ik word hier aan betaald van. I
is half een paniekreactie, want ik heb mij gewoon op de weg gezet. Op een steen ook. Ik vind dat de pitch van de tent best goed gelukt is. Ik moet wel zeggen, dit is by far... Accepteer het, Floor. Accepteer het. De mooiste plek waar ik mijn tent ooit heb gezet. Ik doe nu een 360 view. Enjoy. Dus daar is mijn tent en dit is het uitzicht. Pasta, bolognese, dames en heren. Ja, man. Oh my, dit smaakt. Ik wil dat toch nog even zeggen. Ik ben echt fier op mezelf, Floor. Ik heb deze goed gedaan. Het was niet simpel, maar ik heb het opgelost. En ik ben goed gezind gebleven. En ik ben hier. En ik heb een plek. Ik heb goed voor mezelf gezorgd. Ik heb een gat gevonden in de muggengaas. Normaal zou ik nog een nachtje wachten, want het is ook al laat. Maar hier niet. Ik ben blij dat ik dat gat heb gevonden, want er kwamen soms beesten binnen. En dan was ik echt zo van, maar dude, hoe komen die binnen? Nu weet ik het. Gefixt. Mannetjes, ik ben er echt 120.000% zeker van. Vandaag wordt een prachtige dag. Wederom precies van schilderij naar schilderij aan het wandelen. Gewoon zo een wandeling van, kijk, een schilderij. En dan gaan we naar het volgende schilderij. Echt één grote galerij in de natuur. Prachtig. Pauze op de plek waar ik vandaag wou geraken. En ik ben er. Dus dat is top, want dan kan ik al een deeltje doen van de laatste etappe. En iedereen heeft mij daar al super bang voor gemaakt. Dus nu ga ik gewoon een deeltje al doen. En dan ben ik morgen oké. Dan ga ik het wel kunnen. Won't shed no tears if it helps. I'm a lonely man. When she's not there, he misses her face. My fate is you, strong woman. Het laatste uitzicht van deze reis. Prachtig. Zeg hallo tegen Emiel. Het is de laatste dag. Oké, let's go. Oké, dus dit is het meer waar iedereen het altijd over heeft. Het meer waar het super moeilijk is. Dus we gaan nu eens zien of het wel echt zo is. I'm ready for you, man. I am ready. Van het meer. Viel echt keigoed mee. I'm fine. Ja, ik ben wel blij eigenlijk.
my god, ik zie het! Zo dat zij er ligt daar ergens beneden op het scherm, maar hier in dicht. Ja, genieten van een douche. En al mijn kleren wassen, want die zijn zo vies. Oh. Oké, Floor, kalm. Kalm, zijn hij kalm. Ja. Ik ben er. Ik ben er. Ik ben op een weg. Ik ben er. Ik ben er. Oh, yo. Ik ben er, 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 ik ben er. Ja! Mopje, ik ga niet zo'n dramatische trektocht aftiteling maken. Ik heb een liedje geschreven. A one, a two, a one, two. Or blue skies or rain, I don't care as long as I'm in Norway. Oh, Norway, is it your way or my way? I am riding the highway away from my troubles. Ik ga eten en ik ga slapen. En morgen ga ik wandelen en ik ga genieten. Dat is het plan. Die muggen! Echt waar, serieus! Slaap wel.